voor om 9:45 door. Gewoon een afspraak voor een consult. En dan word ik net aangekomen en toen ging het brandalarm aan. Alle deuren gingen dicht. Van, we gaan het lachen, oefening. Nee, het bleef duren, dat brandalarm. En ja, we wisten niet hoe het wordt. En dan ben ze bleken op afdeling 1 te zien. We moesten voor allemaal een dag voorbij, alle deuren dicht. Komen nu de dikke, vettige rook uit een van die vleugels. Ja, en toen ik gewoon consulten, zit via Boetenum weer naar de hoofdingang en toen naar de ergotherapie gegaan. Dus hij met brandalarm bleef, dus kosten niet gingen wat het hoort. Ze zachten vermoedelijk in de leiding in de tussenverdieping, maar dat schrijft dat ze nu nog niet weten. Dus, Hoeveel mensen waren op die afdeling toen ik hier... Geen idee, we waren best met veel op een dag verblijf, dus ik denk dat redelijk bezet was, maar ik heb geen idee hoeveel. Dat heb ik ze gewoon net in me opgenomen. En de brandweer was meteen ter plekke? Nee, dat ik wist, maar ik hoorde juist van een meneer dat de brand wel even 14 uur al heen was. En het was om 9:50 geloof ik dat het brandalarm afging, dus dat ging wat sneller. Oké, okay, ja. Dus het was wel goed allemaal georganiseerd? Ja, heel rustig allemaal. We waren niks in de paniek. Iedereen ging rustig een dag voorbij zitten en dat ging prima, joh. Ja.